Het is de week van de circulaire economie. En waar anders in de gemeente Schagen moet je zijn dan bij het Repair Café. Het Repair Café in Schagen bestaat al 10 jaar en wordt elke dinsdag georganiseerd door Wonen Plus Welzijn. Mensen kunnen kapotte spullen langsbrengen ter reparatie. Deze spullen worden dan gerepareerd door vrijwilligers van het Repair Café. Een van die vrijwilligers is de 21-jarige Leandro Holtkamp. Wij repareren apparaten van klanten of andere dingen die elektronisch zijn, espressomachines, stofzuigers, meestal. En soms ook wel, ik had laatst nog een föhn gerepareerd vorige week. En het hangt er vanaf wat de klanten hier naartoe brengen. En komen er nou veel mensen hier bij het Repair Café? Laatste tijd, ja. Sinds vorige week waren er iets van, ik denk iets van 8 mensen, denk ik. Of iets minder. Maar dat is al best wel veel, want we hebben ook wel eens een keer gehad, een paar weken geleden, dat er helemaal niemand kwam, of één iemand. En dat is, dus ik vind het leuk als er veel meer mensen zijn, ja. Leandro is sinds november vorig jaar vrijwilliger bij het Repair Café Schagen. Ik vind het zo leuk om te doen, omdat het heel leerzaam is. Ik leer er heel veel van. Ik wou vroeger altijd een soort elektronica-studie doen, maar dat is er helaas niet. Dus ik dacht dan maar, ik heb ook elektrotechniek geprobeerd. Maar helaas ging dat niet zo goed. De pandemie kwam en alles was online en dat was best wel lastig. Wil je met elektronica gaan werken straks? Ja, ik zelf wil ook graag met flipperkasten werken. Dus echte mechanische dingen en elektronica die erin zit, een computer die dat aanstuurt, vind ik heel interessant. Is dat je droombaan? Ja, speelhalmonteur te worden. Ja. Leandro baalt ervan dat mensen vaak meteen nieuwe spullen kopen in plaats van repareren. We leven nu meer in een wegwerpmaatschappij. En het moet weer zoals vroeger worden. Dat apparaten weer, weet ik veel, 30 à 50 jaar meegaan zoals dat vroeger ook was. En ja, gewoon zo lang mogelijk een levensduur geven aan de apparaten. Dus om het milieu te sparen eigenlijk, dat is het doel. Kom je er ook wel eens niet uit dat je het niet kan oplossen? Ja. Ja, als er bepaalde onderdelen niet leverbaar zijn of en meestal met meerdere collega's kom je er wel uit. Maar als onderdelen niet leverbaar zijn, dan houdt het meestal op. Dan moeten we tegen die klant zeggen dat deze is helaas niet te maken. Ik persoonlijk vind dat lastig, want ik denk als fabrikanten juist de juiste onderdelen kunnen leveren, dan denk ik dat je eigenlijk alle apparaten bijna wel kan maken. Tot slot doet Leandro nog een oproep. Dus als er mensen zijn die er niet uitkomen, kunnen ze altijd naar ons toe komen om hun spullen te laten repareren met hulp van ons. En dat hun ook leren ervan hoe ze hun apparaten kunnen maken. Hartelijk dank. Veel plezier ermee.